Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo'n grote schaal geplunderd wordt. Vandaag openen we eigenlijk een derde front op het sociaal-economische aspect. Want de economie trekt aan, de Vlaming is meer dan ooit aan het werk en toch krijgt deze regering zijn rekeningen niet op orde. De socialisten zeggen dat ze hun pensioenen zullen betalen door het groot kapitaal aan te pakken. Maar welke geloofwaardigheid heb je als socialistische partij die bijna zelf 50 jaar gekenmerkt wordt door corruptie? De Christophe Calvo's en de Krombees van deze wereld moeten mij trouwens eens vertellen hoe je een probleem als armoede gaat kunnen aanpakken als je armoede van heel de wereld maar blijft importeren. De linkse partijen blijven Toscane van de wereld spelen en pleiten voor meer belastingen. En de N-VA pleit om te besparen op gewone Vlamingen. Onaanvaardbaar. De Vlaming is bereid om solidair te zijn, maar dan wel wederkerig en geen eenrichtingsverkeer. De socialisten zijn geen deel van de oplossing. Zij zijn net de oorzaak van onze problemen. Maar we gaan vooral ervoor zorgen dat die Waalse politieke klasse eens eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. En we stoppen ook met die waanzinnige uitbetalingen van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie. Als we de komende maanden kunnen duidelijk maken aan de kiezers dat dit een realistische optie is, dan ben ik ervan overtuigd dat wij het verschil gaan maken. Populisme is zeggen wat het volk wil horen. Dat willen wij absoluut niet. Wij willen zelfs doen wat het volk wil, ongezien in de Belgische politiek.